Vrijdagmorgen hebben duikers van de politie een wapen uit de Harlingen-Noorderhaven opgedoken. Het steekwapen is gebruikt bij een zware mishandeling in de nacht van zaterdag op zondag. Een 19-jarige man uit Leeuwarden werd op aanwijzing van getuigen zondagmorgen vroeg aangehouden. Na de nacht van Harlingen in de visserijdagen ontstond op de Voorstraat om 16:45 morgens een ruzie tussen de Leeuwarder en een 21-jarige man uit Vraneker. In de vechtpartij werd het steekwapen getrokken en werden de man uit Vraneker en een 19-jarige man uit Munnekezijl gewond. Eén werd in de nek en één in het lichaam gestoken. Een van de gewonden is woensdag uit het ziekenhuis in Leeuwarden ontslagen. Volgens politiewoordvoerder Wouter de Vries hebben beide slachtoffers erg veel geluk gehad dat zij niet nog ernstiger, levensgevaarlijk, gewond zijn geraakt. De 19-jarige man uit Leeuwarden blijft nog zeker 14 dagen vastzitten.